Dit programma wordt mij mogelijk maken door de Museumvereniging. Vogels om op te zetten of op te eten, vlinders, hielen, zeldzame, potvisken, gigantisch grut en zelfs een draak. Nou, de Wistelbelberg bin, het Natuurmuseum in Lauwet. Het kind het oors of de stille skatten, mat Jerik beestachtig werd. Hallo, Miranda Werkman. Binnenkomen, conservator. Ja. Draait het je nou al hier om bissen, want je bent een heleboel? Ja, nou, het draait om de Friese natuur, dat is het belangrijkste hier. En een dieren maakt daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van uit. Want wat is dit? Dit is een walvis, een potvis, maar die is ook Fries geweest. Is ooit Ameland, toch? Ameland is die ooit gevonden, ja. Ja. Is dat ik wat de basis van dit museum, het prepareren van bisten? Ja, dat is vanaf het begin van is dat zo geweest. Het museum is in 1923 begonnen met de vogelcollectie van Gerrit Bos, de stichter van het museum. Ja. En die was altijd al bezig met kinderen te laten zien hoe hij dat dan deed, hè, dat prepareren van die dieren. Oh, de vogelsjeum. Ja. Hier zit Marjolein, onze preparateur. Hey. Hi. Hoi, Miranda Werkman. Hoi, Marjolein. Hi. Nou, loop even mee naar achter, dan kan je meekijken. Zo ziet een heel vogeltje er bloot uit. Ik was nu bezig met het hele lijfje eruit halen, dus ik heb al een gedeelte gevild. En dit heb ik van tevoren al even gemaakt, op maat van het lichaampje wat ik eruit heb gehaald. En dat ga ik er nu dus weer inzetten. Dat is er nou easy treat in? Zit dat door de hele vogel van de stevigiet, alleen in de porties? Nee, eigenlijk door de hele vogel. Dan trek ik zijn broek weer aan, zeg ik altijd. Ja. Zie, nou zit dit mooi weer aan. Dan is het ineens alweer een beetje een vogeltje. Zie, je kan heel goed zien hoe weinig veren die eigenlijk maar heeft, hè? Zo, kijk eens. We zijn er nog niet helemaal. We moeten al die veertjes weer een beetje recht leggen en op de goede plek. Zie, dan valt het helemaal mooi. Ja. Mooi weer over elkaar heen. En dan is dit het eindresultaat, Marjolein. Nou, hij is nog niet helemaal klaar. Ik moet nog even de finishing touch doen, maar dat... Daar ben ik al een hele dag mee bezig. Nou, hier is het depot. Dit is Jim depot. Ja, het oude depot. Het oude, hè? Ja. De meeste spullen zijn al verhuisd naar een nieuw depot, maar een paar hele grote stukken die staan hier nog. En een van die stukken is een afgietsel van een muizennest. De sas zit het eruit onder de groen? Ja, en er is gewoon beton ingegoten en geperst. En daarna is de grond allemaal weggegraven en hou je dus het gangenstelsel over. En dan kun je dus zien dat die muizen gewoon door het graafwerk alleen al in zo'n weiland een heleboel schade aanrichten. We hadden in 2014, 2015 een muizenplaag in Friesland. Een gigantische muizenpleeg, ja. Ja, dus dat is nog steeds niet helemaal over. Maar we hadden toen ook de toevallige tentoonstelling over muizen en ratten. En toen was het wel leuk om zo'n muizennest als afgietsel in de tentoonstelling te zetten. Dat jou dwong een heel goed beeld trouwens van wat voor nachtmerrie dit voor de boeren wezen, Mat. Ja, onder de grond zit een heel gangenstelsel en dat zorgt dat de hele boel ondergraven wordt. En dat je ook niet meer makkelijk met een tractor eroverheen kunt rijden, want dat zakt allemaal in en zo. Waarom is het net in het museum te zien? Het heeft in het museum gehangen. Ja, nou is de tentoonstelling voorbij. Het is zonde om het weg te gooien. En hij komt misschien nog wel eens van pas, dus dan bewaar je hem. Dus nota, een stille schat. Wat ook bijzonder is, dat is de albino unit die we hier hebben. Kijk, een albino konijn, dat herken je nog wel. En een fret is ook wit. Ja. En je hebt dieren die ook wit zijn, maar geen albino. Nee. Wanneer weet je nou altijd git om een albino? Want de bin natuurlijk, ik heb mijn bisten, die bingen moet wit. Ja, dat kan natuurlijk. Daarom heb je ook een zwaan en zo'n lepelaar hier staan. En dan kun je zien dat ze toch wel pigment hebben nog. Hè? Dus ze hebben pigment in de snavel, of bij die huid, bij de ogen, of in de poten. En dat geeft dus aan dat ze wel pigment kunnen maken. En een echte albino kan helemaal geen pigment maken, dus die is dan echt helemaal wit. Die kan meestal ook geen pigment in zijn ogen maken, dus die zijn dan vaak rood. Oké, zo kun je het zien. Zo kun je het zien, ja. Er is van alles te zien en te dwaan hier in het museum, maar
Ik ben Ikaam voor de Stille Schatten. En daarvoor zal ik mijn Peter naar het nagelnije collectiecentrum. Ik in Leuwet. Dit is Jim plak in het depot. Ja, hier staan alle opgezette dieren. Allemaal weer netjes. Soort bij soort, Peter? Soort bij soort weer. Maar eerst een beetje verspreid door het oude depot, maar is alles weer netjes bij elkaar. En hier hebben we een partijtje wulpen. Met als belangrijkste de Dunbeck-wulp. De Lietse wulp, mag ik zeggen, in het Fries. Ja, in het Fries heet hij zo. Hij is wat kleiner dan de gewone wulp. En hij heeft wat bijzondere kenmerken. Het bijzonderste is dat daar hartvormige vlekjes op zitten. Oh ja, dat is mooi. En bij een gewone wulp is dat anders. Die heeft wel allerlei rare streepjes en dingetjes. Maar die pareltjes en die druppeltjes zie je er nooit. Maar deze is dus bijna, of waarschijnlijk helemaal uitgestorven. Dus het is een hele bijzondere vogel. En vroeger werden ze dus gewoon opgegeten. Ja, Peter, waarom zit hij net in het museum? Dit is een van de weinige echt mooi opgezette exemplaren. Dus die willen we graag zo mooi mogelijk houden. Dat was voor die zelfharen. Ja, dat is altijd een beetje het dilemma van de conservator. Van of je zet iets duidelijk zichtbaar voor iedereen neer. Maar dan staat ze dus ten prooi aan licht. En licht zorgt voor verkleuring. Hoe weinig het ook is, het zorgt altijd voor verkleuring. Hier staan ze mooi donker. En ze staan hier ook in een speciale temperatuur en vochtigheid. De beste plek om hem zo goed mogelijk te houden. En nou, af en toe laten we hem zien in het museum. Maar vandaag dus niet. Wat is het toch prachtig maken? Dat ben ik helemaal met je eens. Ik ben ook heel trots op, want dit is echt gemaakt door ons eigen atelier. Waar ze dus niet alleen de dieren opzetten en prepareren, maar ook dit soort decors allemaal maken. Alles wat je ziet, hebben ze zelfs maken? Alles wat hier staat is allemaal door onze eigen mensen gemaakt. Wauw. Maar er is een maar, hè? Ja, want we lopen hier nu door iets wat anderhalf jaar lang niet te zien zal zijn. Want we gaan een hele nieuwe Friesland onderwater presentatie maken. Die meer dan 6 keer zo groot wordt als deze. En waar niet alleen zoetwater in te zien is, maar waar ook zoutwater in te zien is. De Waadzee. De Waddenzee. Ja. Waar je niet doorheen loopt, maar doorheen gevaren wordt. Oh. En wat niet alleen het onderwaterverhaal laat zien, maar ook boven water gaan we beginnen. Oh, wat leuk! Straks kom je boven binnen en dan bij de entree stap je in. Dan vaar je naar het midden van de zaal en zak dan 3 meter diep en komt dan onder water in het zoetwaterlandschap. En dat lijkt een beetje op waar we nu in zijn. Dat blijft ongeveer gelijk. En dan ga je door de sluis, waardoor je net als vissen migreert van zoet naar zoutwater. En kom je in de Waddenzee. En dan zie je een volstrekt ander milieu. Want een zoutwatermilieu, dat is echt onvergelijkbaar met het dichtbegroeide zoetwatermilieu. Dat vind ik prachtig. Op deze schaal zul je het nergens in Nederland of in Noord-Europa vinden. Dit is echt iets wat voor jaren voor Friesland en voor ons museum van belang zal zijn. Ik ga langer nog onder Wetterwest. Ik ga weer even verder op ziek naar je Stille Schatten, denk ik. Nou, onze partijen lokvogels. Van alles door elkaar, kievieten, maar het belangrijkste zijn de wilsters, de goudplevieren. Want die werden vroeger gevangen. Van het wilsterflappen. De wilsterflappen, ja. Die werden hier vroeger gevangen en gegeten door mensen die in de winter toch niet zoveel te doen hadden. Want hoe werkt dat dan? We hebben een prachtig mooie maquette, een stukje huisvleit. En daarop kun je dat zien. Dus dit is een hele wilsterflap-installatie, een wilsterspul. Een net wat plat op de grond ligt. Daaromheen moesten lokvogels. Er zat dan vaak nog een levende bij die aan het touwtje zat. Dus een man die achter zo'n schermpje verstopt zat, die kon er aan trekken. En dan ging hij wel weer met zijn vleugels flapperen. Dus dan hadden de goudplevieren die aankwamen vliegen het idee van hey, daar is een plek waar we kunnen rusten. En dan gaf hij een shore aan dat net. En net op het moment dat ze dan wilden gaan landen, dan sloeg dat net eroverheen. Ja. En dan waren ze gevangen. Waarom zit dit net in het museum? Ja, nooit van de hand, maar ik stel hem maar wel. Je hebt hier weer hetzelfde probleem. Ze zijn kwetsbaar, vooral dit soort huiden, op iets van turf of stro of zo, voor vraat. Dus er komt heel makkelijk allerlei vraatinsecten in als je het niet op een hele veilige plaats bewaart. Dus het zit nou hier in de kast? Ja. Als Stille Schat? Na een week ben ik in het Fries Museum en in het depot vind ik
Tja, wat zou het wezen? Moderne kunst of toch heel oud? Dit programma waard mij mogelijk maken troch de museumvereniging.